naartoe, Robin? Frankfurt aan den Oder. Nee, waar gaan we naartoe, Robin? Oh ja, we moeten eerst nog naar de Decathlon, want Gijs zal achter onze tentstokken te vergeten. Dankjewel. Ja. Dankjewel. Dat wou ik even horen. Ja, precies. Ah, het was al dankzij deze complete onkunde dat wij daar nu wel een aantal survival dingen geleerd hebben. Ja. Dus dat is het was een verrijking. Het was een verrijking. Van onze vakantie. Ja, je moet vaak die tentstokken vergeten. Ja. Oké, einde. Kijk eens Robin. Ja. Bier. Kilometer. En dan staan we in de. Zou. Het winkelcentrum, waarin de Decathlon zou zitten, hadden we zo gevonden. De ingang echter was een ander verhaal. Hoe uitgestorven dat is. Hoe komen we er dan? Dat is niet de achteringang hoor. Nou, ik rijd er nog wel even omheen. Ik kan me niet voorstellen dat dat... Nee, hier is de ingang. Is het daar de ingang? Ja. Dus parkeren maar hier. Oké. What the fuck? Echt lekker duidelijk, jongen. Ja. Nou, dat hebben we redelijk rap gedaan, zeg ik zelf. Ja. Ik valt reuze mee. Het bleek dat wij de achteringang hadden gepakt. Maar Gijs had zijn nieuwe tent kunnen kopen. En om zijn actie weer goed te maken, trakteerde hij op echte braadworst van het kraampje. Sesam, open nu. Oké. Het goeie voor de braadworst. Proost. Stikker in, hè, gore bloedhond. Oh. Wat een etter, jongen. Fuck hem. Nog even gauw wat benzine tanken. Je zal ineens maar wat meer nodig hebben. Robin, wat hebben we net gedaan? Niet goed gereden. En nu? Nou moeten we goed rijden. Wel lekker kort, hè? Ja. Het kost ons 20 kilometer extra. En hoe voel je je daarbij? Scheisse, hè? Het kost allemaal benzine. I'm on the road again. I ain't got no woman just to call my special friend. Ausfahrt! Okay. Huh? What? Wow. Stopborden op een fucking infrastructure. Oh shit. Mag je er niet? Nee. And my dear mother left me when I was quite young. She said, Lord, have mercy. Zonder al te veel gefaal kwamen we aan op onze tweede camping. Mooi dichtbij de Poolse grens gelegen met een rustiek plekje onder de bomen.
Binnen no time was het kamp opgezet en kon het pakje kaarten tevoorschijn worden getoverd. Het survivalen hebben we aan het restaurant overgelaten. Deze camping verliep daardoor een stuk soepeler. Althans, dat dachten we. Mogelijk had het met dit te maken. Een hoosbui van bijbelse proporties kwam midden in de nacht uit de lucht vallen. My lover stands on golden. Laatste meters in Duitsland. Wij zijn hier net over de grens bij Polen. Dit is totaal niet dubieus. Na nog even te zijn geïrriteerd door straatverkopers, konden wij verder. Polen in. Het signaal was niet het enige dat op hield. Hoe kan dit? Je zou het niet geloven, maar dit was onze verbindingsweg tussen de twee hoofdwegen in. En dan zegt men dat Oekraïne pas een slecht wegdek heeft. Oh mijn hemel. Oh jezus, dit is toch erg geworden dit. Hij sluit in elk geval aan. Sluit hij nou aan op een snelweg? Ik denk het. Hoe dan? Zijn we toevallig al in Tsjernobyl of... Het is een jas. Wauw. Oké, ben je al aan het zweten, Robin? Nou, ik krijg ze meer in verontwaardiging dan in zweet. Oké, moet je rechtsaf? Rechtsaf. We kwamen op een zeer boeiende camping uit. Ik stond naast de watertank en Gijs stond bij de, tja, receptie. Maar het werd nog mooier, want raad is waarmee wij de volgende ochtend begroet werden. Wat is er allemaal gebeurd deze zware ochtend?
Nou, ten eerste kan ik janken, dat is wat er gebeurt. Maar het was net prachtig droog, niks aan de hand. Laten we de boel afbreken. En we hebben nog niet eens het fucking luchtbed kunnen laten leeglopen, kon ik mijn bakken uit de lucht zetten. Hartstikke gezellig. Oh ja, nog wat donder en bliksem eroverheen om nog even af te toppen. Maar we hebben gisteren wel hertjes gezien. Ja, dat wel. We hebben gisteren wel hertjes gezien. Die liepen pal langs onze tent en konijnen ook. Ik weet van god niet wat die konijnen hebben zitten doen. Maar ze waren in ieder geval overal. Ja. De tent was gelukkig nog heel, dus dat is fijn. We gaan op weg naar een camping die aan het water ligt, wat niet uit de lucht is komen vallen. Echt een mooi stukje Polsweg dik. Feyenoord. Uit een Feyenoord shirt aan. Serieus? Wat een held. Ja. Omdat onze camping een nogal boeiend uitzicht had, zijn we er maar eentje opgeschoven. Niet ver hier vandaan. Kijk, dat lijkt er meer op. Het is hier momenteel 36 graden. Snikheet. Oekraïne ligt nou ongeveer nog maar, wat zal het zijn, 40 kilometer van ons vandaan. Dus we zijn er bijna. Morgen vroeg op, dan kunnen we de grens over. Maar eerst nog even van het weer genieten en eens even zwemmen. En uiteindelijk is er een keer een camping die aan het water ligt. Dit lijkt er meer op. Na zo'n end geprutteld te hebben, is het heerlijk om eindelijk eens te kunnen zitten en te genieten van de omgeving. Helaas was het tegen de avond aan net iets anders. A few moments later. Alweer zo nat als een vaatdoek, was het nu tijd om naar de grens te gaan van Oekraïne. Kill communication, stepping up the grid just to let me know. Too many got my time. Dan zegt men dat Oekraïne pas slecht wekt. Man, moeilijk zeg.